Ik hoop dat wij met deze documentaire bereiken dat we iedereen een stukje mee kunnen geven met wat Waldorfonderwijs nou precies inhoudt. En dat het eigenlijk best wel leuk kan zijn. En ook hoop ik dat we kunnen bereiken dat het reguliere onderwijs ook wel iets kan leren van Waldorfonderwijs. Maar ook andersom trouwens. Want ja, het Waldorfonderwijs heeft zoveel voordelen, maar dat geldt hetzelfde voor het reguliere onderwijs. En ik vind het wel belangrijk dat die communicatie tussen de twee onderwijzen ja, stabiel moet zijn. En dat ze ook wat echt van elkaar kunnen leren. Dus ja. Ja, ik hoop dat we met deze documentaire kunnen laten zien dat het stigma van de vrije school, dat veel mensen denken, helemaal niet klopt. Veel mensen denken namelijk snel aan de vrije school, aan geitenwolle sokken of bomenknuffelaars. Of veel mensen op onze school denken ook van, oh ja, die vrije schoolleerlingen, oh, dat zijn een beetje die rare, vage mensen. Die doen alles langzamer, die hebben het makkelijker, die doen niet zoveel. Ja, dat is echt niet zo. En ik hoop dat we met deze documentaire kunnen laten zien dat dat niet zo is. En dat de vrije school eigenlijk een heel mooi onderwijs is. En voor, denk ik, veel meer mensen kan betekenen dan dat wij denken. Ik hoop dan ook dat we met deze documentaire veel meer mensen kunnen bereiken om naar de vrije school te gaan. Omdat dat bij diegene past. Dus ja, ik hoop dat we dat hiermee kunnen laten zien. Creatief leren. Je kwaliteiten ontdekken. Superleuk. Creatief en uniek. Leuk en creatief. Creatief en duimpje springen. Raar en creatief. Creatief tekenen. Ik denk creatief en periodeonderwijs. Hieruit blijkt dat zowel de Waldorf-leerlingen als de reguliere leerlingen ervan uitgaan dat het woord creativiteit het Waldorf-onderwijs omschrijft. Maar niet alleen de geïnterviewden denken hier zo over. Ook de leerlingen die onze enquête hebben ingevuld, hebben hier mening over. Wij vroegen namelijk aan hun, waarom heb jij eigenlijk voor het Waldorf-onderwijs of het reguliere onderwijs gekozen? En dit kwam eruit. Een leerling van het reguliere onderwijs antwoordde hierop met: ik heb voor het reguliere onderwijs gekozen omdat ik zelf niet zo creatief ben, maar meer ben van het gewone leren in plaats van al die handvaardigheid. Terwijl juist een Waldorf-leerling antwoordde met: ik heb voor het Waldorf-onderwijs gekozen omdat ik juist hou van de creativiteit in de lessen. Kortom, het Waldorf-onderwijs is erg creatief. Ik denk gewoon nog steeds hier. Nog steeds hier? Maar ik hoop wel dat er dan zeg maar de mogelijkheid is om helemaal Waldorf te doen. Over 2 jaar ben ik klaar. Ik ga sowieso een tussenjaar doen. Dat lijkt me fijn. Gewoon een beetje om de cliché, weet je, jezelf te vinden en een beetje te ontwikkelen. Ja. Dus, en ik weet niet. Ik zou misschien nog wel eerst een leuke studie doen. Gewoon iets waar ik echt zin in heb, waar ik echt gemotiveerd voor ben. En dan misschien daarna nog wel iets biologisch of zo. Ik hoop dat ik dierenarts word en veel met creativiteit ga doen en dieren ga helpen. En positief bezig bent en gewoon leuk vindt om hier te zijn. Hopelijk in een universitaire opleiding, als het me lukt. En anders dan een HBO'tje of een 5-jarig tussenjaar, dat kan ook. 5-jarig tussenjaar? Oké. Okay. Gewoon even mezelf ontdekken, toch? Ik ga een kunstopleiding in Maastricht wil ik volgen. Dus ik denk dat ik daar nog mee bezig ben. Ja. Ja. Ik hoop dat ik ga studeren ergens in een leuke studentenstad. Dat ik weet wat ik wil en dat ik een beetje zicht heb op de toekomst. Dus dat ik een leuke studie heb waar ik wat ik interessant vind. Waarschijnlijk aan het studeren. Ja, en wat wil je studeren? Dat weet ik nog niet, maar dat zien we wel. Werkelijk geen idee. Ik denk studeren, waar, wanneer en hoe weet ik nog niet, maar aan een studie. Het is dus best wel grappig om te zien dat Waldorf-leerlingen hun toekomst al redelijk gepland hebben, terwijl reguliere leerlingen nog niet eens echt weten wat ze willen gaan doen. Dit is te verklaren omdat Waldorf-leerlingen redelijk goed worden begeleid binnen het traject om zichzelf echt te ontwikkelen. Dit is een heel groot onderdeel binnen het Waldorf-onderwijs. Bovendien hebben wij in onze enquête ook nog de vraag gesteld aan de leerlingen: wat is nou eigenlijk jouw levensmotto? Hierop antwoordde een Waldorf-leerling met:
Geniet van alle dingen, groot of klein. Je zult altijd gelukkig zijn. Half. Want kijk, je hebt er wel later minder aan. Want ik zit nu op regulier en het is veel zwaarder. Veel, veel zwaarder. Maar dat komt denk ik ook door de bovenbouw en zo. Maar ja, ik vond het wel echt gezellig. Het was wel echt leuk. Ja, achteraf wel. Want ik had zelf niet gekozen. Mijn ouders hadden dat gedaan. Maar achteraf eigenlijk wel, want ik heb zo'n gevoel dat de brugklas en zo best wel saai is voor regulier. Dus dat is wel een fijne overgang, denk ik, van basisschool naar de middelbare school. Dus dat vond ik wel fijn. Gewoon qua persoon heel veel ontwikkeld ben. Heel erg bij mezelf blijven, weet je wel. En niet naar kijken naar wat andere mensen doen, zeg maar. Je bent voor jezelf, ben je uniek. Dus je maakt dezelfde opdracht, maar elke opdracht die je maakt is toch anders. Dus ja, ik heb heel veel werken gemaakt. En daar zie je mij dan ook als persoon in groeien. En daar zie je mij dan ook in terug. Dus ja, ik vind dat echt heel tof. Eigenlijk heeft het mij juist een voorsprong gegeven qua emotioneel en qua sociaal. Maar ook vooral heeft het me ook een veel breder beeld gegeven over de wereld. En mijn denkwijze is ook heel erg veranderd door Waldorf. Het is veel breder geworden. Ja, heel erg. Ja. Het schrijven van verslagen is echt een stuk makkelijker. Plannen, omdat je niet bij elke docent, maar bij sommige docenten had je natuurlijk dat je zelf mocht kiezen wanneer je iets afmaakte. Dus ja. Plannen, creatief schrijven, een beetje zelf onderzoeken ook. Omdat je niet altijd alles in de les, zeg maar, kreeg en dan moest je het een beetje zelf onderzoeken. Veel groepsopdrachten, dus ook veel samenwerken. Volgens onze enquête zijn reguliere leerlingen over het algemeen erg tevreden over hun keuze voor het reguliere onderwijs. Zo willen reguliere leerlingen hun aandacht vooral richten op de normale vakken en zouden Waldorfvakken zoals kunstvakken voor een afleiding zorgen. Bovendien zijn sommige reguliere leerlingen zich niet eens bewust van het feit dat het Waldorfonderwijs überhaupt bestaat. Ja, ik heb zelf niet op de vrije school gezeten, maar ik ben rond mijn 30ste, volgens mij 29ste. Toen ben ik een jaar, één dag per week, een jaartraining gevolgd op de vrije school in Driebergen. En dat was voor volwassenen. En ik had ervan gehoord van een vriendin. En die waren met kunst bezig, dus ook gewoon alleen met kunsten, niet over antroposofie of wat dan ook, gewoon met kunsten. En we deden in een jaar schilderen, eurythmie, boetseren, waarnemen, ik vergeet drama, gewoon alles. En dan een jaar lang met een vaste groep, daar heb ik heel veel op gedaan voor mezelf. En ik vond het leuk om de kunst te beoefenen. Ik heb het toen nog een jaar gedaan. En ja, dan komt daarna eigenlijk komt het vanzelf. Dan willen de kinderen wel op de vrije school. En op een gegeven moment was ik mijn tweede baan. Daar had ik een beetje genoeg van. Ik wilde graag met groepen werken. Toen ben ik op een paar keer op een vrije school heb ik meegekeken. En vervolgens ben ik naar de PABO van het vrije schoolonderwijs gegaan. Eigenlijk komt het omdat mijn moeder zei ooit van, dat past wel bij je. Dus toen heb ik maar gewoon gebeld naar een vrije school en dat was toevallig werk. En toen ben ik een beetje in blijven hangen. Ik vond dat het wel, het past inderdaad wel bij me. En hoezo past het bij je? Ja, ik vind het leuk om veel verschillende dingen te onderzoeken en ik ben vrij breed geïnteresseerd. En dat kan ik ook een beetje verwerken in mijn lessen. En dat komt ook heel natuurlijk over, omdat we op de vrije school proberen ook leerlingen echt tot complete mensen te maken en zoveel mogelijk door zoveel mogelijk dingen aan te bieden. En als ik daar zelf ook nog wat meer aan kan bieden aan de leerlingen, dan past dat bij het onderwijsmodel. Dus het voelt me daardoor wel meer op mijn plek hier. Zelf heb ik ooit gekozen voor regulier onderwijs, want ik weet dat daar zo vaak de meeste mensen zitten die de meeste hulp ook nodig hebben. Dus het komt toch vaak in wat christelijke scholen, zie je toch ander publiek. Ik weet niet of dat in de vrije school ook zo is. Ik zou wel benieuwd zijn, hè, want ik geef nu les op een school waar Waldorf onderwijs is.
Maar ik zou wel bijvoorbeeld benieuwd zijn naar hoe dat handen dan vormgegeven wordt. Ja. Wat doen leerlingen dan eigenlijk? Of wat doen docenten dan? Ja. Dus ik zou wel benieuwd zijn naar hoe dat dan in het onderwijs wordt vormgegeven. En of ik dan Waldorf onderwijs zou geven of regulier onderwijs. Ik zou dan gewoon benieuwd zijn naar welke mooie aspecten daarvan kan ik gebruiken in mijn onderwijs. Mevrouw Kolenvaar vroeg zich dus af op welke manier de handen zich vormgeven binnen het Waldorf onderwijs. Wij snappen heel goed dat je niet echt begrijpt wat ze nou bedoelt met de handen. Daarom gaan wij eerst even naar een filmpje kijken over wat Waldorf onderwijs nou precies inhoudt. Wat is de vrije school nou echt? In dit filmpje gaan wij jullie dat laten zien. Volgens Google geldt: het vrije schoolonderwijs in Nederland, ook wel het Waldorfonderwijs genoemd, is een onderwijsvorm gebaseerd op de educatieve filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Op deze afbeelding zie je Rudolf Steiner. Maar wie is Rudolf Steiner nou precies? En wat was zijn gedachtenstroom? Hij gelooft erin dat een kind een diep van binnenuit komende zielenkracht heeft die het kind zijn of haar eigen unieke ontwikkelingen doet doormaken. En het onderwijs dient hierbij stimulerend en ondersteunend te zijn. Daar is het Waldorf dus ook op gebaseerd. Je werkt dus met je hoofd, met je hart en met je handen. Door middel van periodeonderwijs leer je op een creatieve manier al de informatie. Maar wat houdt periodeonderwijs nou precies in? Periodeonderwijs houdt in dat je 3 weken lang tijdens de periodeles focust op 1 onderwerp. Dit kan dan een periode geschiedenis zijn, maar ook natuurkunde. Zelfs periodes als sterrenkunde en ontdekkingsreizen heb je op het Waldorf. Je hebt 10 uur per week periodelessen en dan ook nog eens 6 uur per week kunstlessen waarin je allemaal dingen maakt van schilderijen tot zelfs ontworpen stoelen. De vrije school maakt dus gebruik van het hoofd, het hart en de handen. Bij de handen denken we aan doen. De leraren die gaan niet per se in op de theorie, maar die zorgen juist voor dat de leerlingen opdrachten krijgen, zodat ze zelf kunnen ontdekken hoe dingen nou echt werken. Zo hebben wij ooit als oud Waldorf-leerlingen een opdracht gekregen van een scheikundedocent dat wij een eigen kamfer moesten maken en daarin dennetakken moesten gooien. Hieruit konden we concluderen dat door die dennetakken, oftewel planten, vuur eigenlijk verkleurt. Zo onthouden leerlingen van het Waldorf veel beter hoe dingen in elkaar zitten, omdat ze het echt zelf hebben gemaakt of ervaren. Mevrouw Kolenvaar vroeg zich dan ook af hoe ze dus de handen in haar onderwijs kan verwerken. Misschien is een goede oplossing om echt veel meer praktisch bezig te zijn. Eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Want u heeft al les gegeven aan alle twee... Ik heb geen les gegeven aan de vrije school. Nee, ik heb alleen, zoals jij bijvoorbeeld, zoals anderen natuurlijk die bij mij in de 3e klas van de MAVO of in de 4e klas van de MAVO binnenkomen stromen. Daarin merk ik natuurlijk dat er verschillen zijn in hoe leerlingen dat ervaren. Dus hoe ik dat weer zie, zeg maar. In verschillende manieren van aanpakken. En dan kan ik denk alleen praten over mijn vak. Ja. Dus ik kan niet zoveel zeggen over andere dingen, maar hoe ik het zie. Dus nee, ik heb niet les gegeven aan de vrije school. En ik durf denk ik echt niet te zeggen, want ik vind het al heel lastig om onderscheid te maken en regulier en Waldorf, wij, zij. Dat vind ik, ik hou ook helemaal niet van. Leerlingen zijn net mensen. Snap je? Dus het gaat er voor mij zijn het allemaal mensen, allemaal pubers. Verschillen binnen de Waldorf zitten verschillen, binnen regulier zitten verschillen en binnen deze het hele gebouw zitten verschillen. En manier van aanpak is soms wat anders, maar specifieker dat invullen durf ik denk ik niet. Zien, nee, horen, ja, maar dat is vaak alleen aan het begin van het schooljaar, dan zijn ze nog erg aan wennerig en... Maar het is niet per se alleen met vrije schooling. Je ziet het in het VWO zie je ook dat degenen die al jarenlang bij elkaar zitten bij TTO, die knieken ook samen. En die zijn ook samen in hun eigen wereldje
leven ze een beetje. Maar dat verwatert meestal na een paar maanden. Ja, maar ook omdat ik mentor was van HAVO 4 en ik in de mentor oude leerlinggesprekken natuurlijk van leerlingen veel verschillen gehoord heb. Dus dat beïnvloedt natuurlijk je beeld. Maar wat voor mij als docent Nederlands opviel, en dat is een van de redenen waarom ik het woord mondig gebruik, is dat leerlingen van het vrije schoolonderwijs goed in staat zijn om een eigen mening te vormen en om dat te onderbouwen. Dus ik merkte dat discussies in de klas, dat leerlingen daar en enthousiast van werden, maar ook goed waren om te vertellen waarom ze op een bepaalde manier over iets dachten. Het viel mij op dat het in ieder geval vorig jaar, dat Waldorf-leerlingen dat goed konden. Hele open leerlingen. Ook wat ik ook eerder zei, dat stukje vrijheid, wat ik ook het gevoel heb van de leerlingen, van ja, we gaan iets doen. Ze kijken veel opener naar dingen. Ze accepteren dingen die buiten normale les Engels om passen. In de zin van dat je af en toe een relevant verhaal deelt of zo, daar is ruimte voor. Dat accepteren ze, dan luisteren ze ook echt. Probeer maar eens bij een reguliere klas te zeggen: jongens, er is vandaag geen les, want jullie gaan circusje spelen en daarvoor gaan we een christelijk verhaal vertellen over een engel die een draak vermoordt. Een reguliere klas die zal heel anders reageren, die zal terughoudender zijn, even zoiets van: oh, wat is dit nou weer? En vrije schoolkinderen, die grootste gedeelte van mijn mentorklas zijn geen, ze komen niet van een vrije school, maar ze zitten toch allemaal stil te luisteren en mee te tekenen. Dus toch een soort enthousiast. Ja, enthousiasme en ook een openheid van: oké, dit gaan we doen, nou leuk, kom maar op. Wil je het specifiek op die gebieden? Want als je het zo vraagt open, dan is het eerste wat weer naar voren komt motivatie en zo. Ja. Dat zijn de grote dingen. Als je dan kijkt naar de vrije school, het periodeonderwijs en de kunst, dat werkt meer toe naar kunnen en minder naar kennen. Het zit minder in de kennis, maar je hebt bij kunst niet alleen geleerd dat je weet hoe het in elkaar zit, maar je hebt het zelf gemaakt. Je bent met periode, je gaat er niet een klein beetje door de boeken heen, maar je gaat er veel dieper in. En je hebt echt iets eigen gemaakt. En dat verschil merk je. En als leerlingen dan in de bovenbouw komen. Nou, er was hier een wiskundedocent die vond met de vrije school had ze niet zoveel. Ze was altijd gewoon een beetje zo. Totdat ze de vrije schoolleerlingen in de bovenbouw in de klas kreeg. En toen was ze gewoon verbaasd van: jeetje, die gaan gewoon vanzelf aan het werk. Die pakken de dingen op. En het is niet van: oh, als ik dit even niet weet, ja, dan stop ik. Of... En ja, dat is wel de bagage die een vrije schoolleerling meekrijgt. Ik denk dat leerlingen op de vrije school kunst wat leuker vinden of wat makkelijker en er meer voor openstaan. En er ook leren meer voor open te staan, omdat ze zoveel kunstonderwijs krijgen en gewoon opdrachten, iets veel meer tekenen en zo. Dus dat is al meer aanwezig en dat ontwikkelt zich ook sterker door. En aan de andere kant zie ik dat reguliere leerlingen het ook wel kunnen en ook wel dat er ook opdrachten zijn die bij ze passen. Maar dat die, ik weet niet, wat neutraler zijn of zo, misschien wat banger of het al sneller gewoon goed vinden. Dat ze gewoon denken: nee, ik wil gewoon een les doen en dat vind ik het prima. Dat vind ik soms jammer, omdat ik heb zo'n idee van: kinderen zijn uiteindelijk gewoon kinderen, die hebben gewoon bepaalde prikkels nodig. Dus verschil in lessen en zo. Dat maakt niet uit of ze nou op regulier zitten of op Waldorf. Dus daarom probeer ik ook steeds wat meer de opdrachten wat meer op elkaar te laten lijken. Als we dus kijken naar de reguliere docenten, dan zijn de meningen best wel verdeeld. Meneer Lucero die ziet niet echt specifiek een verschil tussen Waldorf-leerlingen of reguliere leerlingen. Wel ziet hij een verschil in de aanpak. Maar ja, hij wil niet echt een onderscheid maken tussen de leerlingen, want ja, tenslotte zijn we toch allemaal mensen. Meneer Jaspersen ziet ook niet echt een verschil tussen Waldorf-leerlingen en reguliere leerlingen. Wel ziet hij dat Waldorf-leerlingen aan het begin van het jaar iets meer moeten wennen.
Mevrouw Korrevaar ziet zeker een verschil tussen Waldorfleerlingen en reguliere leerlingen en vindt dat het woord mondig vooral bij Waldorfleerlingen past. De verschillen in antwoorden tussen de reguliere docenten kunnen wij verklaren doordat alle docenten in een ander vak lesgeven. Zo is het vak Nederlands erg verschillend van het vak Wiskunde. Waldorfdocenten zien zeker een verschil tussen Waldorfleerlingen en reguliere leerlingen. Het verschil dat zij zien is dat Waldorfleerlingen veel opener zijn, meer motivatie hebben en juist enthousiaster zijn. Ze pakken sneller dingen op en hebben juist zin in een uitdaging. Dit betekent niet dat de reguliere leerlingen niet zo zijn. De Waldorfleerlingen die halen hun motivatie juist op de manier waarop de lessen gegeven worden. En de reguliere leerlingen halen juist hun motivatie uit het behalen van goede resultaten. De Waldorfleerlingen hebben bovendien voor het Waldorfonderwijs zelf gekozen. Dus het is best logisch dat zij juist zin hebben in die kunstvakken en die rare opdrachten. En de reguliere leerlingen daar juist geen zin in hebben. Stel je eens voor, je bent een reguliere leerling en loopt naar de les. Zo ziet een reguliere gang er precies uit. Stel je nu eens voor, je bent een Waldorfleerling die naar de les loopt. Dit is een heel goed beeld over hoe zo'n Waldorfgang eruit ziet. Je ziet al gelijk dat hier juist bankjes staan, terwijl er in de reguliere gangen geen bankjes staan. Ook is veel van hout en hangen er schilderijen die Waldorfleerlingen zelf hebben gemaakt. Onze hoofdvraag. Wat is het verschil tussen Waldorf en regulier onderwijs? Ja, dit hebben we de afgelopen paar maanden natuurlijk onderzocht. En daar hebben jullie naar gekeken in de documentaire. En het verschil is niet heel groot, maar er zijn echt wel verschillen. Want op de Waldorf heb je periodeonderwijs, dus dan maak je 3 weken lang je eigen boek, je eigen schrift. En je krijgt alles op een veel creatievere manier binnen. Waarentegen bij regulier heb je boeken en je leert uit boeken. Ja, boeken. En het gaat ook bij het regulier gaat het dus echt wel heel erg om het goed behalen van de goede cijfertjes. Dus ja, bijvoorbeeld de reguliere docenten, die zijn veel meer gericht op goede cijfers behalen. Ja. En dit kwam ook uit de enquête. We hadden aan de leerlingen gevraagd, joh, wat vind jij nou eigenlijk van je docenten? En veel reguliere mensen zeiden toch wel een beetje van, ja, het zijn docenten, weet je wel. Maar Waldorfleerlingen, die zeiden, ik vind mijn docent echt heel leuk en ik heb een goede persoonlijke band met ze. Ja, ze gaan veel meer, de Waldorfleraren, gaan veel meer in op jou als persoon. Jou ontwikkelen, jouw persoonlijke weg als ware. Ja, ze begeleiden jou echt gewoon in het leven. Waar reguliere docenten toch iets meer gefocust zijn op, joh, je moet dit jaar halen, je moet hoge cijfers halen. En ja, dat eigenlijk. Ja, maar ja, die zijn natuurlijk ook wel wat minpuntjes van het Waldorf. Bijvoorbeeld de overgang van Waldorf naar regulier is wel echt wel zwaar. Ja, precies. Heel veel mensen hebben dit ook ervaren dat die overgang zwaar is en bijna niet te doen. Maar ja, je hebt ook wel veel dingen geleerd bij het Waldorfonderwijs. Want wat docenten ook zeiden, die in de bovenbouw lesgeven, dus die vooral Waldorf en reguliere mensen in één lokaal hebben, dat de vrije schoolleerlingen iets mondiger zijn, iets meer hun mening durven te uiten en iets sneller dingen aanpakken. Als je in een groepsverband moet werken en zo, weten die gewoon beter een planning te maken en te samenvatten. Ja, en ook dingen accepteren als het ware. Dus stel, er komt een idee. Ze komen met een idee van, ga nu dit doen. Dan zijn de Waldorfleerlingen sneller gemotiveerd en denken, oké, ik ga dit aanpakken. En reguliere leerlingen zijn meer van, oké. Ja. Precies. Ja. Reguliere leerlingen die geven ook wel aan dat ze het af en toe lastig vinden om creatieve opdrachten zo te doen. Maar zij kunnen wel beter leren uit een boek, wat toch wel belangrijk is voor je examens en zo. Ja, precies, precies. Ja. Maar ja, het is ook niet raar dat we 2 verschillende onderwijzen hebben. Alleen hier op school natuurlijk, maar overal dat we verschillende onderwijzen nodig hebben. Want heel Nederland bestaat uit verschillende mensen. Ieder persoon heeft een verschillend onderwijs nodig. Ja. Want bij iedereen past natuurlijk iets anders. Dus ja. Ja, zo past bij een regulierling bijvoorbeeld het regulier onderwijs. En bij ons past bijvoorbeeld het Waldorfonderwijs. Ja. Dus ja, inderdaad. Wat bij jou past als het ware. Kies daarvoor. Kies wat voor jou goed voelt. Is ons advies eigenlijk. Ja. Ja. De wereld waarin de zon haar licht zet. Waarin de sterren fonkelen. Waarin de stenen rusten. De planten levend groeien. De dieren voelen het leven. Waarin de mens bezielt.
de geest en woning geeft. Ik schouw diep in mijn ziel, die binnen in mij leeft. De Godes geest, hij leeft in zon en zielenlicht. In wereldruimte buiten, in zielendiepte binnen. Tot u, o Godes geest, wil ik mij vragend wenden, dat in mijn kracht en zegen, voor leren en voor arbeid, tot vastdoen mogen komen.